Eens waren er in Batavia zeer veel auto's, maar de Jappen hebben ervoor gezorgd dat hiervan een groot deel tot oud roest verging. Op verschillende plaatsen in de stad vindt men tegenwoordig deze autokerkhoven. Toch is het mogelijk om uit verschillende onderdelen nog weer een rijdbare wagen te maken. De militaire transportdienst in Batavia heeft zich met dit werk belast en heeft er de handen vol aan.